Klopt, het gaat dicht. Rob Witsche. Mos. Tobiasen. Babangida. Met een mooie combinatie met Ronald de Boer. Mogelijkheid voor Ajax om de score te openen. Babangida zelf en wat een goal. Wat is hij doelgerichter geworden, de jonge Nigeriaan, dit seizoen. De vreugde bij Babangida is terecht. Vorig jaar wel 30 tot 40 keer vrij voor de goal. Maar veel te weinig doelpunten gemaakt. En dit is zijn derde al in het prille begin van deze competitie. Babangida. Prachtige combinatie met de Boer die de bal ineens snelheid geeft. En schitterend in het Utrechtse doel gepegeld die bal. 0-1. Boer. Olisa weer de man op het middenveld. De Javert moet mee terug verdedigen. Laudrup. Naar de Arvelatse vraagt. En daar is Arvelatse vrijgespeeld door Laudrup. Goeie redding van Posma. Mooie korte combinatie. Arvelatse daar uit de rug van Revos. Goed gezien door Posma. Boer Babangida is weer weg. Die combinatie Ronald de Boer Babangida. Die is levensgevaarlijk. Shota Arvelatse. En daar komt Witsche. Prachtige redding Posma opnieuw. En Laudrup was nog heel gevaarlijk daar in de buurt. Weer de snelheid, het tempo wat Babangida in de wedstrijd brengt. Arvelatse staat wel heel erg vrij. En dan de prima redding van Posma. Vijfde hoekschop Ajax. Dani dit keer. Posma zit ernaast. Tobias het scoort. 0-2. De jonge Posma was twee keer zeer goed aanwezig, maar hier gokt hij mis. Hij is te laat. Tobiasen scoort zijn eerste competitiegoal in Ajax-shirt. 0-2 na 25 minuten. Tobiasen te zacht teruggespeeld, houdt aan de Javert tegen. Dat kost de Denen gele kaart. Doorgebroken speler vasthouden, geen rood. Want er was nog een andere verdediger in de buurt. Geel dus voor Tobiasen. Correcte beslissing van Jol. De Deen die zich even verkeek op de situatie, te zacht terugspeelde. En vervolgens in de fout ging. De vrije trap dus met de Javert. Dat is een goeie en een goal ook. Prachtige goal. Harry de Javert. 1-2 brengt de spanning in de wedstrijd terug. Die bal leek niet onhoudbaar voor Van der Sar. Die hem niet of te laat zag aankomen. Hij was wel hard. Een streep. Olise. Blind. Geen buitenspel. Arvelatse.
Dat is het risico wat Utrecht loopt. Nu het achterin 1-op-1 speelt. En veelvuldig de buitenspelval hanteert. Arveladze. Blind. Die moet scoren en doet het niet. In plaats van Wolf de Reef. Binnenkantje. En er zat geen kracht achter. Houdroep. Witsche. Arveladze. Liedmanen. Arveladze weer. Liedmanen. Blind schuift mee in. Hij probeert het nog eens. En dit keer is het wel raak. Danny Blind, de senior op het veld. De derde treffer van Ajax. En Posma balen. Natuurlijk. Een belangrijke goal voor Ajax op het moment dat Utrecht de wedstrijd onder controle had. Blind die ziet dat Posma, zoals alle keepers trouwens, voor zijn doel staat. En met een prachtige volley de derde Ajax goal laat aantekenen. 5 minuten geleden miste hij nog een vrije kans. Maar deze kan in het boek hoor. Het boek van dit seizoen. De goal van Blind. Mols is... Olysee. Boussata. Mols. Minuut of 4-5 uit de wedstrijd geweest. Robbenmond. Oh, wat een beste. Arveladze met Liedmanen. De wedstrijd is helemaal open nu. En golft op en neer. De Jong. Tobias. Mamagida, Tobias. Gaat zelf op avontuur. Wordt dit weer een goal van Ole Tobiasen. Jawel! En een mooie, de tweede goal van de Deen. Die zag dat er geen aanspeelpunt was. Dat men bij Utrecht aarzelde om hem op te pakken en doorstoten. 1-4. De moderne verdediger die ook kan, durft en wil aanvallen. Kijk naar een aanspeelpunt, die is er niet. Dan demareert, dwars door de Utrechtse verdediging steekt. En heel beheerst Posma klopt. Laudrup. De Jong. Laudrup. Posma. Arveladze. 5-1. 15 goals in 3 wedstrijden. En deze, de derde tegen Utrecht, is nog niet eens afgelopen. Utrecht gokte door achterin 1-op-1 te spelen, maar die gok pakt verkeerd uit. Ajax profiteert vooral door de individuele kwaliteiten. Arveladze 1-5. Dubbele wissel bij Utrecht. Mols en Van Mol gaan eruit. Hernandez en Beking komen erin. Sibon in de ploeg gekomen voor Babangida. Liedmanen. Arveladze is nu rechterspits. Laudrup. Ja, die wil er ook wel een maken. 1-6. Als een granaat slaat hij in. De ontgoocheling in de galgenwaard is groot. De vreugde bij de Ajax-supporters begrijpelijk. Zo makkelijk verging het Ajax in Utrecht zelden. De eerste goal, de eerste competitiegoal in het Ajax-shirt van Michael Laudrup. Hoewel het het uitshirt is. Aangespeeld door Liedmanen de Vin. Scoort Laudrup de Deen. 1-6.
Alkmaar. Dan Frank en Vrij doorstoten richting Postma. En wil er ook wel eentje maken. En dat lukt ook. 1-7. Het is een schiettent hier in de Galgenwaard. Het lijkt wel een voetbalkermis. Ajax declasseert FC Utrecht. Het vorige week hier nog met 6-1 won. En nu is het 1-7 door de goal van Jari Liebmanen. Wat een geweldig pak slaag voor FC Utrecht tegen het ontketende Ajax.